Het traditioneel gezag van Pokigrong protesteert tegen de naam van het Atjoni ziekenhuis. Dit zei kapitein Albert Yeru tijdens het bezoek van een parlementaire delegatie aan het ziekenhuis. Het traditioneel gezag heeft graag dat de ziekeninstelling vernoemd wordt naar Susan Maria Dekker. Dat is de pionier van de ziekenzorg in het gebied. Al de eerstrips hier aan de boven van Suriname is door haar ontstaan. Ik vraag me af, waarom kunnen wij dan dit ziekenhuis niet noemen naar dokter Susanna Maria Dekker? Zij is de enige pionier geweest voor de gezondheidszorg hier aan de boven van Suriname. Ze is nu ter ruste. Is een batra vrouw, ja. Voorzitter, ik hoop dat niet. En ze praat met u via die radiozender. Zeg ze precies, ja, vrouw. Zo geweldig was die vrouw. Dat de vaccinaties van de jonge kinderen, ja, van de vaccinaties van de jonge kinderen, broer, die mevrouw heeft zich compleet, nou zeg ik niet 100%, meer dan 100% heeft gezegd, voor de gezondheid. Wij gaan ook niet doen. Vragen u, ja, om dit ziekenhuis te genoemen naar Dekker Susanna Maria, meer bekend als niet Dekker. Als u dat doet voor ons, zou mijn eerste maar gaan zeggen, we moeten een gratifadie nog een klein beetje. Yeru benadrukt dat niet alleen het traditioneel gezag de naamsverandering wil, maar ook de bewoners van het Pokigrong-gebied en omstreken zijn er voorstander van. Het moet gezien worden als een eerbetoon aan één van de grondleggers van de gezondheidszorg in het binnenland.